AI, robots, zelflerende computers. De vooruitgang in tech brengt ons veel mooie dingen. Maar dit heeft ook een keerzijde. De laatste decennia hebben we een enorme vooruitgang in technologie gezien. Steeds meer taken worden gedaan door computers en robots. En ingewikkelde beslissingen kunnen we uitbesteden aan computersystemen. Technologie om ziekte eerder te diagnosticeren en mensen te genezen, saaie administratie automatiseren, productieprocessen efficiënter en duurzamer maken, top! Maar we moeten wel voorzichtig zijn. Algoritmes worden geprogrammeerd om beslissingen over te nemen. Banken bepalen op basis van algoritmes wie een rekening mag openen of een lening krijgt. Woningcorporaties wie een woning krijgt. En de overheid wie ze als mogelijke fraudeur bestempelen. Beslissingen met veel impact dus. En dit gaat niet altijd goed. Om te begrijpen waarom het nemen van beslissingen op basis van algoritmes en kunstmatige intelligentie, ook wel zelflerende computersystemen genoemd, zo vaak tot discriminatie en stigmatisering leidt, moet je eerst weten hoe die algoritmes werken. Algoritmes kun je programmeren om iets te doen met de data die je erin stopt om tot bepaalde resultaten te komen. Bijvoorbeeld het klassificeren, prioriteren, filteren en het nemen van beslissingen. Handig, want zo kan je heel veel data snel verwerken en er conclusies uit trekken. Zo worden algoritmes vaak gebruikt om voorspellende risicoanalyses te maken op basis van grote datasets. Bijvoorbeeld om het weer te voorspellen. Algoritmes kunnen ook geprogrammeerd worden om te leren van hun uitkomsten en zichzelf te verbeteren. Dit proces gebeurt automatisch, zonder menselijk toezicht. Misschien denk je, lekker efficiënt. Maar er kan veel fout gaan. We denken vaak dat computers neutrale en objectieve beslissingen maken. Maar ook computers kunnen alleen een voorspelling doen op basis van de kennis die ze hebben. De data die je in een algoritme stopt. Die data geeft vaak maar een beperkt beeld van de werkelijkheid en bevat vaak de vooroordelen van de mensen die de data selecteren. Zo werd er bij de toeslagenaffaire bewust voor gekozen om inkomen en nationaliteit als selectiecriteria te gebruiken. Bovendien versterkt het zelflerende aspect van algoritmes bepaalde vooroordelen in de data die je het voedt. Als er in een dataset bijvoorbeeld meer mannen zitten, gaat het algoritme bepaald gedrag koppelen aan man zijn en hierop selecteren. En het erge is, als je dus onterecht beschuldigd wordt, geen lening krijgt of je tijdens een sollicitatieprocedure gediscrimineerd wordt door een algoritme, kan vaak niemand je uitleggen op basis waarvan die beslissing genomen is. En sta je dus met lege handen, terwijl de beslissing zelf vaak verstrekkende gevolgen heeft. Kortom, we vertrouwen vaak blind op beslissingen genomen door zelflerende algoritmes, terwijl ze vooroordelen kunnen versterken en ongelijkheid vergroten. Er moeten strengere technische eisen komen aan algoritmes. De data waarmee gewerkt wordt mag niet discriminerend zijn. En de algoritmes moeten transparant zijn. We moeten onder de motorkap kunnen kijken om te zien wat voor keuzes het algoritme maakt. Hiervoor hebben we 3 concrete voorstellen. Mensen moeten altijd de uiteindelijke beslissing maken en dit kunnen verantwoorden. Ook moet je in beroep kunnen gaan als je het niet met de beslissing eens bent. Er moet een register komen waarin duidelijk staat hoe en op basis waarvan een algoritme wordt ingezet. Dit gebeurt al voor de gemeente Amsterdam, wat supergoed is, maar dat moeten we in heel Europa invoeren. Voordat algoritmen worden ingezet, moet er een mensenrechtentoets plaatsvinden. Ons Tweede Kamerlid Kauthar heeft er al voor gezorgd dat we dit in Nederland gaan doen. Maar dit moet ook voor heel Europa gaan gelden. Hier strijd ik voor in het Europees Parlement.